Goedemorgen. Geweldig zo met elkaar, hè? Vindt u niet? In de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Ik heb een woord en dat begint in Johannes. Ik heb nog wel wat verschillende teksten. Evangelie van Johannes, vers 19. En dat gaat natuurlijk ook aan de Pasen toe. En dat is dat Jezus de laatste woorden aan het kruis, die allemaal kennen, en er zullen nog heel wat over gesproken worden. Maar ik wil toch even deze woorden aanhalen. En wat heel mooi is, is dat ook onze broeder Hans precies datgene even aantipte, wat er ook vanmorgen gezegd gaat worden. En dat is altijd mooi. Hè? Dan weet je, de Heilige Geest gaat iets vertellen deze morgen. En dan gebruikt hij Hans, zelfs mij, maar gebruikt hij allerlei mensen voor. Zo doet God dat. Dat is geweldig, hè? Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. U weet, hij is daar aan het kruis gegaan, maar daar gaat het vanmorgen op zich niet over, maar het gaat wel even om die woorden. De Pasen komt nog, en zal dit nog veel keer herhaald worden. Maar de woorden, het is volbracht. En als je dan daarover nadenkt, hij kan dat natuurlijk voor verschillende dingen gezegd hebben, en dat heeft hij ook. En het is een te rijk onderwerp, dat dat ook deze morgen gewoon goed behandeld kan worden. Het is te, ja, moet ik zeggen, te fundamenteel en het is te diep om. Maar het is wel een gedeelte, kunnen we met elkaar toch eventjes bekijken vanmorgen. Het is volbracht. Ja, ook voor hemzelf was het. Het is volbracht. Maar dan ga je zeggen, nou, wat is er dan volbracht? Waarom zei hij, het is volbracht? En dat slaat in eerste instantie, wat onze broeder aanhaalde, dat de belofte die God gaf via Abraham aan de mensheid, hè, en daar wil ik verder niet bij stil blijven staan, maar het is wel zo, via Abraham, en dat kun je lezen in Galaten, geeft hij een belofte om zijn nageslacht te zegenen, en dat staat dan heel mooi, het is dan enkelvoud, dus dat kan nooit alleen op Isaac geslagen hebben, dat moet op Jezus geslagen, dat legt Paulus prachtig uit, dat is heel inderdaad goed theologisch, helemaal correct is dat daar neergezet. Die belofte, en dan staat er nog een andere tekst van, het is te gering dat hij, hè, dus de Zoon van God eigenlijk, voor ons, voor het volk Israël alleen deze weg gegaan is. Het is te gering, dus daar alleen zie je ook al in het Oude Testament, dat de heidenen erbij betrokken worden, bij die belofte getrokken worden. Nou, Paulus maakt er een heel relatie in Romeinen, dat hebben we ook gehoord, hebt gehoord in een lied, het is buitengewoon geweldig. Ik wil natuurlijk naar mijn boek, dat is Galaten. Dat kon u wel weten natuurlijk. Ik heb twee prachtige boeken in de Bijbel, buiten de evangelie, hè. Dus de evangelie zijn de eerste, de vier evangelieën, geweldig. De directe uitspraken van Jezus Christus. En dan is Hooglied een favoriet van mij, en dan het tweede Galaten. En als je dat allemaal echt op je in laat werken, ik zou zeggen, elk christen moet Galaten gewoon iedere keer stootloos doorlezen. Dan weet je in één weer hoe het een beetje in elkaar zit. En daar wil ik dan ook vanmorgen met u dan even over beginnen. Om te beginnen wil ik even 4 vers 22 lezen. En daar geeft Paulus een hele simpele uitleg tussen de zoon, zeg maar, van de belofte en de zoon van de slavin. En dit is waar wij mee struggelen in ons leven. Maar dan gaan we hier even, dat zegt hij zo, haalt hij dat als voorbeeld aan, dat zegt hij ook eigenlijk. Hij zegt, er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur. Dus een heel natuurlijk iets. Maar die van de vrijgeborenen, vrouw, aan de belofte. Dus die dankt hij aan de belofte. Het was ook een wonder, hè? Dat kon dus ook niet. En door die belofte op dat leven van Sarah en Abraham, dus was een belofte van God,
werd er een kind geboren. Dus dat kind werd geboren niet door de natuur, niet doordat het biologisch in orde was. Het was een kind van de belofte. Die is echt geboren uit een belofte die God gezegd had. Dat is mooi, hè? Dit moeten jullie echt vasthouden. Dus het kind uit de belofte. Dit is het beeld. De vrouw staat voor twee verbonden. Hagar staat het verbond van de berg Sinaï, hè? Dat is de wet in Arabië. Dat slavenbaard. Mooi gezegd, hè? Dat slavenbaard. Dus dat brengt alleen maar slaven op. Als beeld van het verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar, dus dat vertegenwoordigt ze niet eigenlijk, maar het hemelse Jeruzalem dat vrij is. En dat is onze moeder. Nou, dit gaat nog even zo door. En dan gaat hij in vers 30 en dan zegt hij ook zo mooi. Maar dan zegt de schrift, jaagt de slavin en haar zoon weg. Want die zal niet erven in die belofte. Dus jaag de zoon, de natuurlijke zoon, jaag de biologische zoon, jaag die zoon die van nature gewoon de zoon is, jaag die weg. Omdat hij niet mag verstoren, want waarom die twee zonen? Die zoon van, laten we de natuur, strijdt, als hij gevecht, tarde de zoon van de belofte. Dat was een klein mannetje, die was jonger en die werd door die andere overroeld. Dus het vlees, zou je het kunnen noemen, overroelde de zoon van de geest. En dan staat het zo mooi, jaag, hij moest die wegjagen, vreet hè. Wat een symbool, wreed. Ja, dat is zeker wreed om met je vlees aan het kruis te gaan. Dat is zeker wreed. Jaag die zoon weg, want hij zal niets erven. En dan dat gelaten, en dan ga ik even terug. Dat is zo vreselijk mooi. Dat Paulus, die wordt een beetje geërgerd, hè, en die is echt heel furieus in gelaten. Waarom? Omdat een hemels begrip van de belofte waar we daarnet ook over geopenbaard hebben, de belofte, het verbond aan de mensheid, dat er met de mensheid iets beters is weggelegd. Het ras mens, het geslacht mens, u en ik, dat is weggelegd om andere dingen te doen als waar de natuur het voor bedoeld heeft. Dus de natuur heeft voor bedoeld, gaat heen en vermenigvuldigt u. Oké, nou dat wordt gedaan. Dat is duidelijk, tegen die wet is moeilijk te vechten. Ik zeg altijd, het is moeilijker geen kinderen te krijgen als wel kinderen te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Dus de natuur dwingt alles, de beesten, het biologische gedoe van ons, daar horen wij bij. Wij zijn, zoals Prediker dat soms zegt, daarin niet boven de dieren gesteld. Hè? Hij schift ons dat te tarwe, opdat hij ons eigenlijk wil laten zien dat we dieren zijn. Dat is de simpelheid van ons vlees. Daarom hebben we oorlogen, daarom hebben we haat en nijd en daarom ijverie en daarom gedoe allemaal. Het vlees, en dat nemen we mee, het evangelie in dat vlees. En dat is de hardnekkigheid die er altijd in zit. Alsof je iets door jezelf in het evangelie zou kunnen bereiken. Alsof er door jouw levenswandel een wonder zou kunnen gebeuren. Dat is niet waar. En dat wil ik even benadrukken. Ik wil van het offer, van het belofte van Jezus Christus die aan de mens gegeven is, geen enkele kracht afhalen waar het wonder of wat dan ook in je leven het is volbracht, waar het vandaan komt. De echte autoriteit van de geest komt echt alleen maar bij Jezus Christus en God vandaan. Het gaat wel via jou en mij, maar hij zou ook een ander kunnen gebruiken. Hij zou een ezel kunnen gebruiken. Hij kan alles gebruiken. Niet omdat jij nou zo'n goede, christelijke, beste, brave borst bent. En wie je dan ook bent. De kracht van God wordt alleen maar door God openbaar. Halleluja. Dat is zo geweldig. Is niet afhankelijk van dat zwakke vlees van de geboorte. Als een slaaf van de zonde. Slaaf van het eten. Slaaf van, ga zo maar door. Zeg je niet dat je goed moet leven, daar gaat het niet om. Dat is een heel ander begrip. Dat steeds knokken tussen de vlees en de geest is een foute vechtpartij. Je wordt niet beter door alleen maar zelfdiscipline. Het vlees
krijgen er niet onder. Het is niet de zoon van de belofte. Die krijgt het niet. Wat je er dan ook mee presteert of niet. En welke vormen je ook, in welke vormen je ook giet. En ze mogen christelijk lijken of ze mogen weet ik veel wat lijken. Of mogen Madaans lijken. Ik heb mij het schelen wat, waar het op lijkt. Maar in ieder geval een gietvorm en je pest. Pers daar de natuur in en je stampgoed zo en zo en dan past het. Ja, het lijkt erop. Weet je, dat kweekt alleen maar slaven. Want je wordt allemaal schijnheilig. Want je moet zo doen, want achter je weet je dat het niet lukt en in je hersens lukt het niet. Maar je doet zo en dan gaat het goed. Ja, dat gaat toch goed. Ja, kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens naar mij en zo. Kijk eens. En ook voor jezelf, hè, voor het gevoel dus in jezelf. En daar gaat het natuurlijk ook om voor de conditie van je gemoedsrust in je binnenste, dus je schuldgevoel wat daar zit en waar een beetje opereert in je hersenen, bij de een meer als de ander, maar daar gaat het even niet om. Die invloed van je psyche, die is nul en geen allerlei waarde. Halleluja. Nul. Of je je goed voelt, of je een conditie voelt, nou kan ik wel bidden, nu kan ik niet bidden. Nul en geen allerlei waarde voor de krachten van God. Je kan je hopeloos voelen. Je kan pijn in je hoofd hebben. Je kan ruzie met je vrouw gehad hebben. Je kan de deur veel te hard dichtgesmeten, helemaal naar het vlees geleefd hebben. Maar op het moment dat je iemand voor iemand mag bidden, ik zal voor je bidden. En je treedt dan de zoon der belofte, omdat het beloofd is aan jou dat je ervoor mag bidden. De belofte van God maak je waar en zegt, zal ik voor je bidden? Maar als je op jezelf kijkt, durf je je handen op niemand te leggen. Dan ben je niet goed genoeg. En dat ben je ook niet. De zoon van de slavin moet je wegzenden. En dan moet je vertrouwen op de zoon van de belofte. Halleluja. En dan mag je je handen opleggen en zieken zullen zij genezen. Het is volbracht, staat er. Het is mogelijk geworden dat de mensheid de dingen doet die hij deed. Halleluja. Dat is zo geweldig. Hè? Niet omdat ik zo'n brave borst ben, maar gewoon omdat hij het mogelijk gemaakt heeft dat die belofte aan mij geopenbaard wordt. Is dat niet geweldig? Het is volbracht. Wat een schreeuw moet dat geweest zijn. Wat een dimensie moet dat geweest zijn. Wat een geestelijke opstanding moet dat geweest zijn. Dat een mens ineens van slaaf een koning wordt. Een kind van de Allerhoogste God. Het was de mogelijkheid geschapen om van de mensheid, van de slavernij weg te gaan. En een kind van de Allerhoogste te worden. Gewoon omdat hij gewoon fluitend met de Heer heeft. Gewoon, ik ben een kind van God. Zo zie je de kindertjes eerst zijn. Geen twijfel, ik ben een kind van God. Zo, heerlijk. Ik zie me nog ook. Ik heb me nog als vierjarige, u hebt het wel eens gehoord, weet je, dat ik zo graag met dat vliegtuig mee wilde. Verdorie, dat ging naar de hemel. Wat was ik boos op mijn vader, dat ik daar niet in mocht. Dat hij niet terugreed. Dat vliegtuig ging naar de Heer, naar de hemel tenminste. En maakte ik de Heer van natuurlijk. Ach. Het verlangen om bij hem te zijn, weet je. Wat doen we hier nog? Paulus wordt een beetje boos. Ik ga het even lezen, dat heb ik beloofd. Hebt u de geest, de Heilige Geest, die belofte, hè? Halleluja. En dat kunt u nalezen hoor, dat begint al in Joël, hè? Dat weet u al, elk Pinkster christen weet dat, hè? Dat in Joël, hè? Zijn geest op alle vlees, weet je wel. In de laatste dagen zijn er zijn geest op alle vlees, halleluja. En dan in Jeremia, dat weet u ook wel, hè? Jeremia. Ik zal, hè, ook in het verloop dan natuurlijk, ik zal mijn wet in hun harten leggen. Dus ze zullen niet meer geleerd hebben. Dus je hoeft er bovenop die pasvorm niet meer zo dat erin te stampen. Want het hoeft niks in te gestampt. Want hij is helemaal gevuld met het genoegen om de wil van God te doen. Iemand die door de geest leeft, die leeft door de geest. De geest van God, als je die inademt, als je die, laten we zeggen, je persoonlijkheid laat overnemen, dan heb je in al die flauwekul geen zin. Dan wil je de zin des Heren doen. Dan hou je de wet 10 keer beter dan een ander die het disciplinair doet en die het moet huichelen, want het redt het toch niet. En het gaat niet om wat je fout of niet fout, want die hele discussie mag er niet eens meer wezen. Dat maakt je alleen maar gespannen en overbelasting in je hersenen. Los daarvan.
Je bent geen slaaf meer, je bent een vrije, heet dat. Een vrij, ook een vrij in je denken. Mag ik denken, hé, God vervul mij. Ik leef in het, wat ik zo vaak, voor het visueel te maken, daar heeft een tuin, en dat is een heel mooi gebied, en die tuin die heet genade. En dan ga je door en dan mag je daar zitten. En daar zitten bankjes en dan kun je op gaan zitten. Goeiedag, joh. Moet je niet werken? Hé, in deze tuin hoeft niet gewerkt te worden. En dan zit je, hangen zo maar vruchten aan de boom. En allemaal gezond eten in die tuin van genade. En als je die tuin verlaat, dan ben je en wat kilo's minder kwijt en vier keer zo gezond. Dat is genade. Waar anderen werken. En daar, in die tuin van genade, gebeurt het gewoon in je hersenen. Je verslaving verdwijnt zomaar zonder dat je er eigenlijk echt erg in hebt. Ineens door gebed of wat dan ook. In één keer is er, weet ik veel wat, is die genade, wat doet die met mij? Die genade die geneest, dat is een kracht Gods voor je leven. Omdat je niet in de spanning leeft. Oh, dan moet zo'n slaaf deze leven tussen geest en geest. Dat gedoe, stop daarmee. Leef door de geest. Geniet ten volle van de genade van God. En verwijt jezelf niks. Het vlees is tot geen enkel goed ding in staat. Dus dat je soms een rare flits in je hersenen krijgt. Nou ja, dat is nogal logisch. Petrus, zegt Jezus nog een keer tegen hem. Ga achter mij, Satan. Hij is het hoofd van de kerk geworden. Nou, die zou bij ons geen hoofd van de kerk worden, hoor. Als hij zulke domme praat had. Ga achter mij, Satan. Snap u? Een vlees, joh. Let er niet te veel op. Ook niet van de anderen en ook niet van jezelf. Hecht er niet zoveel waarde aan. Geef hem niet te veel gezag. Je wordt toch weggestuurd, die gezin. Een vlees dat sterft bij het leven. Mijn zwager kon het zo mooi zeggen, Weile Wim van den Berg. De geest van vlees kun je nooit uitdrijven. Nou, zo is het ongeveer. Vlees. Maar geest. Ik zal eventjes dit bekrachtigen. Want ik wou dit al een poosje lezen. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te luisteren? En te geloven, dat is weer wat anders. Bent u werkelijk, zo dwaas staat hier, weer op eigen kracht te vertrouwen? Weer op eigen kracht te vertrouwen, ja. En niet langer op de geest. Halleluja. Wat een makkelijk leven eigenlijk, die christenen. Lekker makkelijk gewoon. Is dat niet geweldig? Je zou er haast blij van worden dat je christen bent. Jongen, is dat niet geweldig? Gewoon door de geest heen. Is alles wat u hebt meegemaakt dan als vergeven? Nee. Kan toch niet. Geeft God u de geest en goddelijke kracht, krijg je dan ook nog even, omdat u de wet naleeft? Het zou alles op een verkeerde pilaar zetten. Het zou alles op een vals fundament zetten. Alles. Daarom is hij zo furieus. Hij is witheet, echt witheet. Alleen maar een paar bladzijden eerder. Hij wil niet dat er gebouwd wordt. Het prachtige bouwwerk wat christen mag heten. Zo ontzettend mooi bouwwerk. Van een mens die eigenlijk wil vermoorden. En zijn rechten wil halen en geen onrecht kan en van alles last heeft. En weet ik het al niet wat, de een meer is de ander. En dan, nou ja, hoe de maatschappij werkt. We houden niet voor niks de oorlogen in stand. Dat doen we gewoon omdat we graag oorlog willen. En fanatiek en weet ik het allemaal, die idioterieën die we als vlees opbrengen. In de onkunde om te kunnen leven, sowieso. Niet in staat. We kunnen niet eens echt normaal leven, laten we eerlijk zijn. Die maatschappij nu ook, wat we allemaal doen met de energie en veel te veel auto's en al die rot en die vliegtuigen in de lucht. Wat doen we met die kringen? Maar goed, dat is, weet je wel. Dus het gaat erom alsof we zo nog 200-300 jaar of maar een paar duizend jaar verder zouden kunnen leven. Dat gaat niet. Elk zinnig mens weet dat ook. En die aarde zal ook wel op. Stoppen hoor, ermee, dus dat, nou, dan gaan we allemaal windmolens maken, nou, dan is het ook goed. Alsof we het daar weer mee redden, maar dan is er weer wat anders. En, nou, er is altijd wat, omdat de onmacht, gewoon is pure onmacht, we willen wel, we doen ons best, en door ijver. Ik ben zo benieuwd, hè? Dat is heel wat anders, dat zeg ik zo wel eens in discussie. Stel je voor dat er nou een duizendjarige rijk begint. Hè? Sommige
Ik heb wel eens een lezing gehoord dat de duizendjarige bereik al bezig is. Nou, dan vind ik dat een rotrijk. Maar goed, dat is een ander. Maar het duizendjarige rijk. En dan denk ik, hoe zou ik wel eens bij Christus willen staan? En denk ik, hoe gaat hij dat nou oplossen? Dat voedseltekort. Even kijken, hoe werkt dat dan, joh? En als je dan die containers niet te veel mag gebruiken. Die grote vrachtwagens en die schepen en toestanden. Hoe kan iemand dan allemaal eten krijgen? En als je dan geen insecticide op die troep mag gooien. Hoe gaat dat dan, joh? Dan is dat, gaat dat haver allemaal bederven. En dat, dat wordt moeilijk, zeg. En die appeltjes allemaal rot. En duizendjarige rijk, dat is nog een ingewikkeld ding, hè? Heb je daar wel eens aan gedacht? Je mag meeregeren. Duizendjarige rijk, hè, op deze aardbol. Zo, gaat er maar voor staan. Nou, ik ben... Dus ik denk maar niet zo diep, want dat wordt niks. Ik heb de oplossingen gewoon niet. En ik vertrouw maar weer echt, weer vertrouwen op God. Want ik denk ook niet zo diep dat er door mij en u een wonder kan gebeuren. Toch? Dat is een prachtig lied. Ik weet niet waarom Gods gena door mij ook werd betoond. Dat weet ik toch niet. Waarom vindt God u en mij leuk? U denkt, ja, dat weet je ook niet zeker. Ik zal wel zeggen, ik weet het wel zeker. En waarom? Ik heb er ook weer geen wetenschappelijke verklaring voor. Ik heb geen idee. Laat de vrede uw harten regeren. Het is dan ook weer zo mooi. De vrede die alle verstand... Hè? Gisteren heb ik daar iets over aangehaald. Wil ik toch wel even meegeven. Verstand te boven gaat. Dus dat is een vrede die je dus... ik zou zeggen, in je hersenen... niet zou kunnen prepareren. Hè? Dat wordt wel gedaan door een spuitje hier en daar... en een snuifje en een ditje en een datje... en een beetje te veel drank. Dan zoeken ze naar die vrede... en dan een soort... Kijk, dan heb je gauw vrede... want je maakt je verstand gewoon nul. Dat heb je altijd vrede natuurlijk. Hè? Dat is een soort domme vrede in je hart. Dat is niet slim. Dan ben je niet... Kijk, als je echt bij zinnen bent... en je bent vol in je mind, doet het gewoon goed, en je hebt dan vrede, dan denk je, hé, hoe is dat nou te verklaren, begrijp je? Dus ja, dat is ook, je bent altijd groter als diegene, kijk, je kan niet groeien, maar wil je toch de grootste zijn, dan moet je de ander afbreken, toch? Dan ben je groter. Ja, dat is geen kunst. En je moet groeien. Dat is mooi, hè? Vrede die alle verstand van boven gaat. We hebben onze broeder mogen begraven. Verstand, hè? Gaat... Paulus vertelt dat ook nog eens een keer. Ik had toevallig van de week op de radio hoorde ik een interview met die... ik weet niet of het professor is of dokter, maar die heeft zijn onderzoek naar bijna doodervaringen gedaan in Nederland. Er zijn meer onderzoek, ook mondiale in Amerika en zo. Maar deze man heeft het heel erg serieus aangepakt in Nederland. Dat is echt met op wetenschappelijk, laten we zeggen, vanuit de wetenschappelijk denken onderzocht. Dus ook kloppend allemaal, goed geregistreerd allemaal, goed. En het gekke is dus dan dat als een mens dood is, dus gewoon echt dood, hè, dus dat betekent dat je verstand niet meer kan werken. Want je bloed gaat niet door je spul meer heen. En dus dan ben je hersendood, maar ook gewoon lichamelijk dood. Je hart doet het gewoon niet meer. Hè. Dus dan elke functie is over. Over en uit. Dus biologisch gezien leef ik niet meer. En in die toestand, zijn er waarnemingen, vinden sommigen daar waarnemingen plaats, die even los van dat ze het licht soms zien, wat dan ook, maar eventjes gewoon het makkelijker maken, een waarneming plaats dat ze zichzelf zien, dat ze dingen van hunzelf herkennen, die later reproduceerbaar zijn. Dat kan jij niet geweten hebben, want jij was dood. Dus of ze verzet zijn naar een andere kamer, wie er geweest is en alles. Allemaal geregistreerd. Zonder verstand, hè? Begrijp je dat? Dus, dan zegt hij, en terecht, kennelijk is ons bewustzijn, als we het zo noemen, onze geest, waar zit dat? Dat zit dan niet in de hersenen. En dat vind ik een mooie gedachte. Dat zit dus niet in die biologie. De
Bijbel zegt het wel heel mooi, ik vind dat wel heel treffend. Er zit in het bloed. Nou, dat zou ook een hele mooie gedachtegang, vind ik dat. In het bloed. Hij is onafhankelijk. Hij komt in het tijdloze. In het gewichtsloze. In het dimensieloze. In de ruimte en tijd is daar één. Dus dat kan zijn dat hij 1000 jaar terug en heen. Het lijkt wel iets hemels. En dat is het nou precies. Dus een mens heeft iets in zich wat hemels is. En dat is nou precies die geestelijke mens. Snap je? Die gaat boven dat verstand. Daarom moet je niet vertrouwen op dat verstand, maar vertrouwen op de belofte. Dat belofte gaat ver boven je verstand. Halleluja. Dit vind ik zo geweldig, dat je in je leven een referentie hebt, als je het niet meer ziet zitten, als je er helemaal flat out bent, of wat dan ook, en je pijn en doet, en alles is uit. Alles is uit orde. Maar wacht even, wacht even. Het is volbracht, jongeman. Het is volbracht, jonge vrouw. Ga daarop staan. Leun met je volle gewicht op het vertrouwen in wat God voor jou gedaan heeft. En de belofte, zoals zo mooi gezegd werd, de belofte aan Abraham, aan jou ook gewoon voltrekt. Dat je een kind van de Allerhoogste bent. En op het goede moment, wanneer je geest door de Heilige Geest, de geest van God is dat, het is niet zomaar, dus het is een verbinding van die geest waar we het net over hadden, waar die dan zich ook mogen in het lichaam bevinden, maar in ieder geval niet in mijn verstand, want anders kon die vrede ook niet mijn verstand te boven gaan. Het is de vrede die die geest ervaart in mij, daar word ik zelf ook vrolijk van en geweldig, zeer comfortabel. Dus als je aangeraakt werd door God, zijn de bloemen ineens mooier. Sommigen hebben dat de eerste keer dat ze door God aangeraakt zijn. Is dan God zijn geest, hè? Zijn geest, die maakt een verbinding, een soort breiwerk, ik heb geen idee. En die maakt daar een nieuw wezen. Tenzij gij wederom geboren wordt, dat is de wedergeboorte. Dan word je een nieuw mens namelijk. Je krijgt een nieuwe geest. Je body is nog gelijk, dit is nog helemaal hetzelfde. Je ogen zien, je haren, alles is nog oké. Maar van binnen is daar een echte, maar ook een echte, een meer echte als mijn vlees, geboorteplaats. En die geboorte, die gaat uit mijn lichaam en die gaat richting Jezus Christus als die eruit gaat. Maar diezelfde persoon die in mij leeft, die is in staat de krachten van Gods via mijn lichaam uit te werken als ik de hand op een zieke leg. Het is leven, zoals het Paulus zegt, door de geest. Die geest is leidinggevend in het zwakke vlees. En hij nut het vlees uit. Want die geest heeft op deze aarde, die kan overal, maar hij wil ons gebruiken. En hij nut het lichaam van u en mij uit. Mijn persoonlijkheid wordt met hem verbonden. Is dat niet geweldig? Halleluja. Leven door de geest. Het kind van de vrije. Stop niet meer als kind van de Allerhoogste God. Ga niet kijken of je hoog of laag of groet. Tuurlijk wil je allemaal groeien. Dus de geest die geeft je honger naar God. Geeft je honger naar, weet ik wat. Die wil gewoon, oh heerlijk, ik zie het nog bij mijn vader. Dat is niet te geloven. Daar weet je soms, zelfs ik wee van. Zeg. Die had zo'n beeldscherm, weet je wat, toen die ouder werd en niet meer zo de straten kon en doen. Mijn vader was een doener, u weet het wel, maar het is maar als voorbeeld. En die wilde altijd wat. En ja, wat kan ik nou nog, zegt hij dan. Nou zeg, pa, heb je zo weinig gedaan dan in je leven, weet je wel. Wat kan ik nou nog? Dan was hij 84 of zo. Wat kan ik nou nog? Hij vond altijd iets. Hè? En u weet het wel, dat de vrouw nog gebeden in de lift, die nog een kind kreeg, die hier nog geweest is, weet u nog. En toen was hij overleden, wat huilde die vrouw. Hè? Had, maar ze het kind aan hem laten zien. Ja, hij was er niet meer. Wat kan ik nou nog? Ja, wat kan je nou nog? Gewoon jezelf zijn in de lift. En gewoon de geest laten werken. Weet ik veel. Want je, dan gaat het ook helemaal niet. Je hoeft ook helemaal niks. Maar je doet vanzelf wat. Want het is die geest die in je dringt. En hij hield een beeldscherm. En altijd naar een of andere prediker te luisteren. Ik werd die predikers helemaal zat hoor. Eerlijk hoor, niet te geloven. En dan over de eindtijd. Dat was ook wel interessant altijd met mijn vader. Mooi hoor. Wij gaan voor de grote dukking naar de Heer. Nou, dat is mooi. Dat vind ik ook wel de beste theorie. Dan heb ik allemaal geen gezeur. Dat is.
dat het daarom toegesplitst is, dat is prachtig. En wel niet voor, dan ging er, oh, nee, voor de nou. Dat is vlees naar binnen halen. Dat is echt met je hersenen proberen iets te begrijpen wat je sowieso niet begrijpt. Nou, maakt niet uit, het is allemaal goed hoor, het is sowieso niet. En ik deed het graag met mijn vader. Ik zeg, maar pa, nou, als nou, ik zeg niet dat ik kan geloven, dat was even wat anders. Maar ik stelde hem voor, want ik mocht hem graag wel plagen daarin. Ik zeg, als ik nou dat niet snap, en nou komt de Heer terug. En ik dacht dat hij later zou komen. Ik dacht dat hij na de verdrukking kwam. Ik zei, nou heb ik me vergist, maar echt. Dan komt hij ineens voor de grote verdrukking, wat ik liever heb. Maar goed, ik zeg, ga ik dan met God mee? Ja of nee? Ga ik dan met de Heer Jezus mee of nee? Ja. En ik zeg, ja, u kent me toch? Ja, nee, maar dan ga je wel mee natuurlijk. Ik zeg, nou, wat maakt het dan verschil? Wat ik toch geloof. Ja, gemeen, hè, van mij. Maar dat was altijd zo geweldig. En hij kon ook zo geweldig kwaad zijn dat die Joden zo bedreigd werden. Hè. Hij was daar helemaal, hij vond ze, en ik genoot daarvan, laten we het even opstellen. Maar ik genoot ervan om hem een beetje te plagen, zo zit ik in elkaar. En dan van de barmhartige Palestijnen, dat mocht ik natuurlijk niet zeggen. Hè. De Samaritaan ging nog wel, maar de Palestijn mocht je niet zeggen natuurlijk. En dan dat zeg ik, joh, maar hoe zit dat dan? En zus en zo. Ik zeg, als Jezus nou, dit ging de, Jezus die zat in het parlement van Israël. Ik zeg, welke handelingen zou die doen? Dat werd wel ingewikkeld natuurlijk. Oeh, dan moet je helemaal om. En dan krijg je zo'n 1000 jaar rijk gedachte, weet je wel. Ja. Hij zou absolute liefde zou overwinnen, zegt hij. En zo is het gewoon. Mooi, hè, is dat, hè, als je zo leeft. Hè? Dat is zo geweldig. De liefde zou overwinnen. Altijd. Altijd. Moslim, geloof me, fanatieke moslim, de liefde zal overwinnen. Als u leeft door de geest, dan gebeuren er radicale wonderen. Gewoon voor de ogen van wie wel of niet gelooft. God is zo'n slimme God, dat die geeft wonderen altijd op het moment dat het nodig is. He? Wij willen altijd wonderen als het ons lekker uitkomt. Nee, hij geeft wonderen wanneer het nodig is ook vaak. Dat is ook zo geweldig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Ik heb geen verklaring voor wonderen of niet, maar één ding weet ik. Als je door de geest leeft, kan je gigantisch geloof hebben, gewoon voor een wonder. En dan geloof je dat alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ons verstand zet je even buiten, want die redt dat toch niet. Die is te klein. Maar de geest die in je is, als die je die mogelijkheid geeft. Ik heb verschillende dingen gezien, recht voor mijn ogen, mega dingen. En dan heb ik gezien dat diegene die, laten we zeggen, via dat wonder verricht werd, dat die overgenomen werden door de gedachten van de geest. Dus ze hebben zichzelf niet bewust uitgeschakeld, maar ze dachten niet meer aan zichzelf. Ze handelden in de geest, omdat ze in de geest al precies zagen, die vrouw die gaat lopen. Dus geen enkel probleem, die vrouw gaat lopen. Heer, raak haar aan, deze lamme vrouw, raak haar aan. Kom op, trek omhoog. Want ze gaat lopen, want in de geest was dat allemaal al klaar. In de geest was het al gezien. En dan kan je een gelovig gebed bidden, snap je? Het is niet een opzegversje gelovig gebed. Geloof is, dat heb je niet eens door dat je het hebt. Want je weet iets zeker. Dat is geloof. Want je weet door de geest. Nu moet ik ingrijpen. Nu mag ik bidden. Nu moet ik dit zeggen. Halleluja. Dat is geloof. Is niet zo ingewikkeld. Dat wil niet zeggen dat je niet over mag leren, dat is wat anders. Maar heb vertrouwen in de belofte die aan u en mij is toevertrouwd. Halleluja, en hier wil ik echt mee eindigen. U bent echt een kind van God, gewoon omdat u het gemaakt bent door de belofte, door het volbrachte werk van Jezus Christus, door alle wonderen die hij gedaan heeft, door alles wat hij ons gegeven heeft, door de Heilige Geest die gewoon gratis, ik weet niet waarom Gods genade, ook in mij gekomen is. O Heilige Geest, vul mij Heer, iedere keer weer, elke dag weer opnieuw, vul mij met uw geest, waar ik ga en sta. Heer, het is een mooie dag Heer, als ik nuttig kan zijn. Heer, hier ben ik, hier is mijn lijf. Dat prutsende lijf, hier is het Heer. En, ja, ik kan ook niks meer. Maar toch wordt die vrouw genezen en krijgt een kind in de lift, weet je wel. Dus klaag niet over jezelf. Ja, je mag wel klagen, ik doe ik ook. Dat gaat niet om, nou, iets meer over mijn vrouw of zo, mezelf. Maar het is, maar dat mag ik niet zeggen. Het is wel de mooiste persoonlijkheid die ik in mijn leven ontmoet heb natuurlijk, hè? Mijn vrouw. Ze is echt, even, ze hoort het met me, maar ze is een lekker ding hoor, gewoon zo. Maar
Halleluja, halleluja. God is zo goed voor ons. Zit je hiermee vanmorgen met spanning in je lijf? Dat kan. Dat kan. Ga naar God. Heb je een verslaving? Ga naar God. Ga echt op hem vertrouwen. Gewoon schakel jezelf even uit als zijnde de hoogste orgaan wat het kan overzien. Er is nog een orgaan wat het beter overziet. En dat is hij zelf. Gaat in de nederige houding bij hem. En die Heer, hier ben ik. Snappen doe ik het niet, maar vertrouwen doe ik het wel. Geef je zaak zo aan God. Zullen we gaan staan? Hemelse Vader, dicht bij u, willen geleid worden door de Geest. Zodat het vlees een mindere invloed heeft op ons leven. De strijd om het vlees in de tuin van de genade uitgespeeld wordt. Dat ik daar mag ontdekken dat ik verlost ben van dingen waar ik jaren al mee top. En daarom bid ik nu, Heer, voor uw gemeente, voor iedereen die hier zit. Ik bid u, Heer, op grond van uw woorden ook. Het is volbracht. Bid ik u, Heer, op grond van uw gerechtigheid, op grond van uw kracht, op grond van uw volbrachte werk, op grond van wat u voor ons gedaan hebt, wat u waargemaakt heeft, de kinderen der belofte gemaakt heeft. Ik bid u nu, Heer, de rijen door te gaan, Heer. Raken aan door uw Heilige Geest. Raken aan, Heer, door de kracht van uw genade. Heer, dat er echt een enorme genade gaat plaatsvinden in lichamen, in zielen, in de geest. In het verleden, genezing. Vader, in Jezus' naam, raak de buiken aan die soms pijn doen, die onvruchtbaar zijn. Vader, raak hen aan in de naam van Jezus Christus. O, Heer, doe uw wonderen in de naam van Jezus Christus op dit moment, Heer. Raak hen aan, Heer. O, Heilige God, deze gemeente houdt van u, Heer. Niet op basis dat ze van u houden, maar ze houden echt van u. Uw beminnelijkheid, uw schoonheid, Heer. Wij zijn weg van de waarheid van uw liefde. Heer, wat bent u mooi. Wat bent u zo ontzettend mooi. Mooi in het denken over ons. U denkt zoveel meer over ons als wij kunnen produceren over onszelf. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u de mensheid een mens maakt. Dat u het uit de dierlijkheid haalt en omhoog vat als zonen Gods, als kinderen aan u gelijk, schepselen die naar uw beeld geschapen zijn. Vader, wat is dit een wonderbaarlijk verhaal. Daal neer, Heer, en maak kinderen van God ook deze morgen in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. God zegen u.